Zet er u bij, Jean-Marie de Dekker. Met uw boek, Het is al nat, u hebt water gestort. Dat is hier een wekelijkse traditie aan het worden in dit programma. Ja, uw boek heet Geen blad voor de mond. Ja. Dat is eigenlijk altijd al uw signatuur geweest. Nu, het is niet echt een nieuw boek, hè. Het is de bundeling van uw columns. Er staat een selectie van 100 columns dat ik wekelijks schrijf. Het zijn knak.be of op Doorbraak. Maar er zit ook een nieuw essay bij. Ja. Dus het zet wat vernieuwingen, het zet wat verbeteringen. Ja. Ja. Doorstaan uw columns de tand des tijds, denk ik? Want ze zijn natuurlijk vaak geschreven op die actua. Hè. Waarom zou ik het nog gaan lezen? Niet gepubliceerd worden. Het is ook niet van zover terug. Het is van de laatste 2-3 jaar. Dus om de 2-3 jaar komt er een boek uit van mij. En diegene, dat wordt ook geselecteerd. Je kijkt ook welke zijn nog de moeite, welke zijn nog actueel. En welke niet. Er staat eentje over Erdogan. Is actueler dan ooit. Ja, dat is waar. Ik las ook op de achterflap de populairste Vlaamse politieke columnist van deze eeuw. Dat wist ik niet. Ik ook niet, mevrouw. Ik voel me ontzettend vereerd. Ja, maar u bent zeker wel niet de gelukkigste of de vrolijkste. Als ik uw inleiding lees, ik zet mij in voor een wereld die de mijne niet meer is. Ja. Dat klinkt een beetje, als ik dat mag zeggen, als de iets wat oudere man die zegt, ja, het is mijn wereld niet meer. Dat is ook de bedoeling van dit essay. Dus ik zet me dagelijks in als politicus, ik ben 67, ik schrijf dit nog. En dan zeg ik, verdorie, mijn maatschappijbeeld is dat nog het maatschappijbeeld dat de wereld wil. Ik ben opgevoed in de tijd dat we opstonden en we dan prachtige zonne-dag hadden en dat we daarmee gelukkig waren. Vandaag worden er is geen zon elke dag. Nee, vandaag worden onze kinderen ingesmeerd onmiddellijk met Nivea van 55, een coëfficiënt van 50. En mogen ze niet meer naar het strand, want men is verschrikt dat er tsunami aankomt. Was vroeger dan alles beter? Want dat zeggen veel oudere mensen. Nee, dat staat er ook in op het einde. Vroeger was niet alles beter. Maar we hebben zodanig goed dat we angst hebben voor alles. Ja. En ik vind dat die angst totaal ten onrechte is. Ja, natuurlijk, dat je zou zeg kunnen zeggen. De apocalypse is niet op komst. Ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, mensen zijn meer en meer geworden zoals jij. Hè. Ze nemen allemaal geen blad meer voor de mond. Hè. Iedereen eist eigenlijk een beetje zijn plek op in deze samenleving. En wetenschappers zeggen, ja, je moet je beschermen tegen kanker. Het is best om je in te smeren. Ja, waarom zouden we dat dan niet doen? Ja, maar het is het apocalypsgevoel. Daar heb ik het moeilijk mee. Kijk, men heeft een onderzoek gedaan, de leraarsonderneming heeft een onderzoek gedaan. En van al onze spijbelende klimaatkinderen die op straat lopen, 9 op de 10 weten niet waarvoor. En dan zeg ik bij mezelf, zo'n die leraar... Zo'n er ook in mei 68 op straat gelopen hebben, die ook niet helemaal wisten waarvoor. Hè? Dat zou wel kunnen, maar wij dachten toen nog, wij wisten nog, dat toch wel hoor. Want dat waren toen de studenten 17, 18 jaar en nu blijkt dat het omgekeerd is. En ik heb het heel lastig met het gevoel dat de wereld zal vergaan. Kijk, ja, want u zegt natuurlijk ook, ik heb het ook in een interview gezegd, onlangs terug, hè, maar dat is niet nieuw, hè, CO2-uitstoot, dat is niet verantwoordelijk voor, hè, op zich voor die klimaatopwarming. Je hebt natuurlijk soms ook gewoon wetenschappelijke feiten, ja, Jean-Marie, dus, en denk ik, misschien moet je af en toe de wetenschap ook durven geloven. Ik aanvaard alle wetenschappelijke feiten, maar ik ben een kritisch mens. En ik kom vandaar dat ik zeg, is het nog mijn maatschappij. Dus ik ben 67, ik herhaal het nog een keer. Ik heb meegemaakt dat we zouden verdwijnen in het gat van de ozonlaag. Ik heb meegemaakt dat al onze bomen zouden verzuurd zijn. Ik heb het allemaal meegemaakt. Ik heb de Club van Rome meegemaakt die in 1972 zei dat we tegen het einde van vorige eeuw geen grondstoffen meer zouden hebben. Zelfs geen steenkool en geen koper. Ik heb meegemaakt, en luister nu goed, in 1975, dat dezelfde wetenschappers die vandaag beweren dat de aarde kapot gaat aan de opwarming, de global cooling pretendeerden. Dat heet toen steeg de global voorschrijdend cooling. Dat was het, Nee, toen ook in die tijd, mevrouw, want de CO2 in de lucht stijgt sinds 1850. Dat zijn de eerste metingen. Dus men zegt, en toen was er heel grote vrees. Men schreef een brief naar Nixon dat de wereld zou vergaan aan de koude. En de CO2 stijgt al van 1850. Ja. En ik doe een oproep aan de geschiedenisleraars. Om een keer te kijken, ik kom uit Middelkerken. Middelkerken is overstroomd geweest in 1334, de 29e november, de Sint-Clemensvloed. Er zijn hongersnoden geweest door de warmte. Het was in die middeleeuwse tijd 2 tot 3 graden warmer, van 1297. De warme zomers van 1307 tot 1540, mevrouw, was de Seine uitgedroogd. De Donau was uitgedroogd. Maar de Rijn was uitgedroogd. Daar allemaal niet naar terug gaan, denk ik. Nee, dan, maar ik stel gewoon vragen. En ik stel vragen, maar op het moment dat je vraag stelt, word je onmiddellijk als een negationist beschouwd. Ik ben geen negationist. Ga het debat aan en bewijs mij tegen.
tegenovergesteld. Nu, ik lees ook dingen in uw boek. Bijvoorbeeld, draagvaders staan nu met een schort voorgebonden elke zaterdagochtend een strijk weg te werken, de quinoa te koken en het hok te stofzuigen. Stofschoon geschreven. Ja, maar dan denk ik, ja, wie moet het anders doen? Moeten het de vrouwen doen? Of nee, wat is het probleem daarmee? Nee, ik vind het doorgeschoon. Dit wordt de norm. Ik vind, wat is er mis met een man die, ja, die stofzuigt en quinoa kan doe wat koken? Je wel. Ik wil die wel in huis. Nee, er staat zelfs iets in over stofzuigen. Ik ben dat niet herhalen. Het gaat over seks. Seks tot de privé. Voor mij mag je doen met de stofzuiger. Als het ding maar meerjarig is en als het er ook deugd van heeft. Dus voor mij gaat het daar niet over. Maar het gaat over het opleggen van een levensstijl. En die levensstijl is de mijne niet meer. Maar u zet wel mij, die mensen allemaal voor weg. Voor mij mag je een boom omgelzen. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Als die boom er geen probleem mee heeft. Maar mijn levensstijl is ook mijn levensstijl. Ik heb ervoor gezorgd. Ik heb altijd heel hard gewerkt in mijn leven. 2 tot 3 jobs zelfs. Ook omdat, het was een keuze van ons dat de vrouw zou thuisblijven. Dat de kinderen de sleutel niet onder de mat zouden vinden. Maar dit is blijkbaar vandaag taboe. Maar die mannen dat willen doen, laat ze het gewoon doen, Marie de Dekker. Dat heb ik juist gezegd, mevrouw. Absoluut. En ook maar iedereen... u lacht ze wel een beetje uit. Als ja, tuurlijk. Dat zijn geen echte mannen. Ik ben ook een columnist, mevrouw. Ik lach. Als ik praat over school, ik kom ook toch uit de schooltijd. Dat wij naar school gingen. We moesten zelf ons fietsje verdienen. Ik was 12 jaar, ik was jobstudent. Ik moest mijn fietsje verdienen, 2 maanden werken om naar het college te gaan. Maar als je te laat was op school toen, wat gebeurde er? Je moest bij de supergent zijn en je kreeg strafstudie. En vandaag gaan ze naar school en het is misschien wat overdreven en is men content dat men er al is. Ja, nu, het is misschien wat overdreven. Dat is natuurlijk ook een van uw handelskenmerken. Hè? Maar je kan ook zeggen dat de samenleving verandert. Mensen eisen hun recht op. Hè? Zeggen van, ik wil transgender zijn en dat zou meneer Dekker of u dat nu leuk vindt of niet, ik ben dat. Mensen met een kleur die zeggen, ik wil geen Zwarte Piet meer genoemd worden. Bart Cannaert schreef dat trouwens, toevallig ook dit weekend. Hè. Soms vallen de dingen allemaal samen. In de Standaard zei hij, ja, mensen die oproepen dat we niets meer mogen zeggen, kunnen eigenlijk niet verdragen dat ze eindelijk weerwerk krijgen. En wat verderop zegt hij dan, hè, vrouwen of mensen met een donkere huidskleur laten eindelijk weten dat ze het eigenlijk niet tof vinden. Misschien heeft iedereen gewoon. Ja, maar dat is... Wordt iedereen zo met de dekker. Dat is een volst recht, mevrouw. Maar het is dat ik ook zeg. Ik kom uit de tijd dat Zwarte Piet zwart was. Vandaag mag Sinterklaas alleen nog naar Afrika met geld voor ontwikkelingssamenwerking en mag Zwarte Piet niet meer meedoen. In plaats in plaats van Hans dit boertje te stigmatiseren, laat dit zich ontwikkelen. Maar wat doet men? Men maakt er speciaal een polarisatieverhaal van. En iedereen is tegenwoordig gediscrimineerd. Vrouwen zijn gediscrimineerd, kinderen zijn gediscrimineerd. Maar er is toch soms wel iets van aan? Er is iets van aan. En voor mij mag dit zich allemaal ontwikkelen en ik ben absoluut voor de vooruitgang. Maar het polariseren, constant. U durft dat ook wel eens. Ja, maar ik doe dat. Maar waarom schrijf ik die columns? Om te polariseren voor het tegenovergestelde. Ja, het vermoeden van onschuld in MeToo bestaat niet meer. Je wordt afgemaakt. Je wordt afgemaakt op sociale media. Maar er zijn MeToo-verhalen die kloppen. Er zijn MeToo-verhalen. Er zijn schandalige zaken gebeurd. En dit mag allemaal stoppen. Maar mensen die automatisch voor zaken... Ik noem maar een professor voor zaken die gebeurd zijn in 1970. Ja. Vandaag veroordeeld worden. Je wordt vandaag veroordeeld voor de norm. Normen van vandaag, die niet dezelfde worden, waren als de normen van toen. En daar heb ik het moeilijk mee. Nu, ook dat gegeven van ik zet mij in voor een wereld die de mijne niet meer is. Hè. U blijft wel strijdbaar. Maar is het ook zo dat de politiek ergens ook geen soelaas meer biedt, dat het een leeuw zonder tanden is geworden? Het klopt volledig. Als parlementair ben je volledig onmachtig gewezen geworden. Wij zitten in de macht van de uitvoerende macht, en dat is de regering. En als parlementair, wat doe je? Op het knopje drukken. En uit onmacht ben je bezig met altijd maar te roepen in de woestijn, terwijl je als parlementair geen enkel macht meer hebt. Heeft het dan wel zin dan dat u daar zit? En dat vraag ik me af, iedere dag. Dat staat ook in mijn boek. Ja. Dit vraag ik me af. En soms ben ik beschaamd dat ik die wetten krijg, en die is hoog. Dat is tegen de 7000 euro in de maand, mevrouw. Ik wil dat rustig zeggen, om dan maar dit te moeten doen. En ik heb daar soms plaatsvervangende schaamte voor. Ja, natuurlijk, je zou dat kunnen zeggen als je zelf voelt van... Het maakt toch niet meer zoveel uit, ik heb te weinig greep. Dan is het misschien tijd om het aan iemand anders over te laten. Dat zou kunnen gebeuren. En want u bent verplicht om al uw jaren uit te doen. Ik ben 5 jaar weg geweest. Ik ben nog verwonderd dat ik nog altijd hier mag komen na 5 jaar. Zou u het eigenlijk opnieuw doen als Bart Wevert u opnieuw vraagt? Nee. Maar als je me de vraag anders zou stellen... Ik ben in 1999 in de politiek gegaan. Zou je het opnieuw doen? Nee. Nee? Nee.
Waarom blijft u dan in de politiek? Mevrouw, als je aan iets begint, dan kom je ook tot het einde. Ik heb ook beloofd, het is Bart de Wever, het is Theo Franken. Zij hadden dit nodig in de stemmen in West-Vlaanderen. En ik hou mij aan mijn woord op dat vlak. Maar het heeft heel lang geduurd. De overtuiging van mijn vrouw was in de eerste plaats om het te doen. Ja. Dus ik ben ook nog een MeToo-man. Ja, maar natuurlijk zou kunnen zeggen van, ja, is het nu bij die N-VA, niet bij die N-VA, staat als onafhankelijk op je lijst en u bent gekozen. Maar je hebt ook nog iets anders, mevrouw. Ja. Er bestaat een prachtig Frans spreekwoord. Quand les découtés s'en vont, il y a les découtants qui restent. Ja. En ik vind, als je engageert dat voor iets, dan ga je tot het uiterste. En dat heb ik ook altijd gedaan. Ik zat 1 jaar in de politiek. Een verhaaltje vertelde, ik zat in de Senaat. De Senaat als de palliatieve zorg van de politiek. Ook toen al. Ja. En ik ben toen naar Manu Ruijs gegaan. Ik weet niet, de grote Manu Ruijse journalist. En ik had gewet met de professor dat ik niet langer zou uitgaan. Hij had gezegd, je had niet langer uit dan een jaar. En dat scheelde niet veel. Ik ben naar Manu Ruijs gegaan. En Manu Ruijs zei tegen mij, zo lang, meneer de Dekker, dat je vooraan op dat pupitertje je gedacht kunt zeggen, heb je geen macht, maar heb je invloed. En het gaat voor mij om de invloed. En daarom ook dit boek. Daarom zeg ik ook, iedere week schrijf ik mijn mening. En het wordt ontzettend veel gelezen, kan ik zelf zeggen. Maar moest het niet gelezen zijn, dan was ik al lang buiten gevlogen. Ja. Heeft de N-VA u ook teleurgesteld? Nee, teleurstellen kunnen ze mij niet meer. Nee, dat hebben ze al eens gedaan. Dat hebben ze gedaan toen. Ja, maar met CD&V-verhaal. Ja, maar dan kan ik praten over de Open VLD en dergelijke meer. Ja, ik heb toen een mes in mijn rug gehad. Maar ik moet heel eerlijk zijn, de manier waarop Bart de Wever teruggekomen is na al die jaren, met echt menselijke spijt, en dat we dat uitgepraat hebben. Hij heeft u vergiffenis gevraagd, vertelde hij. Ja, dat klopt, ja. En hebt u hem die gegeven? Letterlijk, ja. 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 Maar daarom zit u nu in het parlement, waar u eigenlijk van zegt... Ja, maar iedereen zegt het. En ik zit er ook in en ik doe wel mijn werk. Ik sta terug iedere week op de pupiter. Vandaar dat ik ook alleen zetel. Ik zetel als onafhankelijke. Dan heb ik het recht om ook iedere week het woord te nemen. En ik doe mijn job. Is dit dan het einde van Jean-Marie de Dekker? Of zegt u bij een volgende verkiezing, ja, doe ik toch niet meer mee? Want ik zie nu in dat dat geen... Aan de parlementsverkiezing van 1972, als ik 72 jaar ben, doe ik zeker niet meer mee. Ja. Maar ik ben zo'n gelukkige burgervader, hè, mevrouw. Ja. Zo'n fantastische job. Dat is waar, burgervader. De mensen hebben respect voor een burgemeester. Misschien moet er een burgemeester ook maar een parlementair is voor de mens een zakkenvuller. Ja. En burgemeester rechtstreekse verkiezing. Ik zou dat fantastisch vinden. Ja, dus toch nog niet helemaal leeggestreden of uitgestreden. En nog altijd geen blad voor de mond. Dat is een feit, Jean-Marie de Dekker. Dank je wel.